Wat is er dan gebeurd? Ik heb geen idee. Echt geen idee? Nee. Ik vind zelf dat mij een beetje links heb laten liggen met de afhandeling van overlijden van mijn moeder, met begrafenis en alle dingen meer. Ik dacht, nou, dat bekijken maar. Als het goed is, zit Jannie ergens te wachten op zijn dochter, want hij denkt dat hij er van de trein gaat halen. Niet weten dat ik voor zijn neus sta. Goeiedag. U staat te wachten op iemand? Ja, mijn dochter. Ach, hi. Ja, dankjewel. Ja. Bert. Ik ben Jan Kosman, ja. Ik ga je wat geven. Ja? Allereerst dit. Ja. Dat is een pen. Dat is een pen. Daar kun je niet omheen. Ja. Ik hoop dat je hem kunt gebruiken. Ja, altijd. Ja? Weg, ja hoor. Nou, bij deze Jan. Nou, dankjewel. Ja. Als je dit ziet. Ja, dat zijn twee J's, lijkt mij. Ik draai hem om. Wil je even hardop voorlezen wat hier staat? Hierbij verklaar ik, Jan Kosman, dat ik het vandaag ga bijleggen met mijn broer Joop. Handtekening Jan Kosman. Ja. Heb je goed gelezen wat er staat? Ja. Dat is al heel lang gebeurd allemaal, dus voor mij dan. Ja, dit gaat even iets te kort door de bocht. Ja, zo eigenlijk wel, ja. Ja, weet je wat ik dan doe? Dan bewaar ik deze nog eventjes. Ja? Geef ik hem nog niet aan jou, maar ik bewaar hem misschien voor een beter moment. Ja. Goeiedag. Ja. Het is lekker weer vandaag. Heerlijk, hè? Bert. Dag Joop. Mag ik even naast komen met Joop? Dankjewel. Joop, enig idee? Geen idee. Geen idee, dat vind ik altijd wel mooi. Eerst ga ik je dit cadeau overhandigen. Een mooie pen. Ja, toch? Kun je hem gebruiken? Ja, ik kan hem altijd gebruiken. Nee? Ik denk wel dat je hem kan gebruiken, ja. Twee J's. Hierbij verklaar ik, Joop Kosman, dat ik het vandaag ga bijleggen met mijn broer Jan. Handtekening Joop Kosman. Ja, dat is mooi. Je hebt een pen in je andere hand, Joop. Maar wat moet ik bijleggen? Ik zou niet weten wat. Wat is er in jouw beleving gebeurd, Jan? Ja, dat kan ik toch niet vertellen. Nee. Nee, dat is... Nee. Omdat het een te lang verhaal is? Of? Nou, en te lang, ook te emotioneel. Ja, mis je hem ook? Tuurlijk, ja. Ja, maar dat lijkt me zo raar. Je bent een tweelingbroer, dus maak je elkaar letterlijk vanaf de geboorte maak je elkaar mee. Ja, klopt. Hoe, even in de goede tijd, hoe was het dan tussen jullie? Nou, met de kerst altijd gezellig samen zijn met Ellie erbij. Ja. En gezellig eten en samen ergens uit, goede tijd. Ja. Vroeger ook op vakantie geweest naar Zeeland. Ook weer gezellig, ja. Qua humor zitten jullie een beetje op dezelfde lijn? Jawel, we hebben echt wel dat gelukkig wel. We hadden een speciale band vanwege het verleden, denk ik. Dat hadden wij wel. Kun je dat uitleggen? Jawel. We hebben onze moeder, laat ik zo maar zeggen, heel kort gekend na de geboorte eigenlijk. Zij is hertrouwd en in Wageningen gewonnen. En wij waren in Utrecht nog. In een kinderthuis, zou ik maar zeggen. Daar zijn we dus opgegroeid. In een kinderthuis? In een kinderthuis met z'n tweeën. Samen in een kinderthuis? Ja. Hoe oud was je toen? Dat zou geweest zijn. Vanaf de geboorte, denk ik. Dat was moeilijk. Ik heb een klote jeugd gehad. Ja. En ja, een broer trouwens ook wel wat, hoor, eerlijk gezegd. Maar... Je zegt een klote jeugd. Ja. Hoe moet dat voorstellen? Nou, met drank. Ja. Ja, en dan denk ik dat hij thuis komt. Nee, een beetje die vader die altijd dronken is. Het is best wel wrang. De band is omdat je allebei een naar verleden hebt. Ja, maar goed, wij kwamen elkaar ook bij mijn moeder tegen. Of hij kwam ook regelmatig bij mij thuis in het begin. En op een gegeven moment is mijn moeder dus 3 jaar geleden overleden. Nou, toen daarna heb ik hem waarschijnlijk bij hem geknapt. Ik weet het niet, maar wij hebben hem nooit meer gezien. Maar komen jullie een beetje uit een familie waar de dingen ook maar een beetje weggemoffeld werden? Ja, ja. Want ja. Niet praten, stop het weg, ja, doe net alsof het er niet is. Boezussen en klaar, bij wijze van spreken, ja. Vind je het jammer? Tuurlijk is dat jammer, ja. Ja. Wat vind je vooral jammer? Ja, dat toch allemaal zo gelopen is, zeg maar. Hè? Ja. Je zegt 3 jaar na de overlijden van moeder is het niet goed gegaan. Wat is er dan gebeurd? Ik heb geen idee. Echt geen idee? Nee. Ik vind zelf dat mij een beetje links heb laten liggen met de afhandeling van overlijden van mijn moeder, met begrafenis en alle dingen meer. Had je meteen het idee van, hé jongens, word ik een beetje achtergesteld? Of? Nou, ik vind van wel. Ik vind van wel, ja. En ik dacht, nou, dan bekijk het maar. Maar zijn er dingen die hij misschien graag had willen hebben en die hij nooit gekregen heeft? Iedereen kon zeggen wat hij wilde hebben.
Maar ook dingen van emotionele waarde, ja. Dingen als een foto of dat soort. Iedereen kon zeggen bij ons wat hij wilde hebben. Er zijn dingen bij naar mijn idee dat ik denk van, hé, er liggen dingen klaar. Ja. En dan ga ik kijken en ze rennen naar de kast en het spul wordt eruit gehaald. Maar wat voor... Nou, papa's gewoon een foto van mijn biologische vader. He, dan ga je even de spullen wegbrengen naar de kraak en dan kom ik terug. Ze heeft eens papieren geweest, opgebleven van mijn papa. Ja, ja, dat heb je ook in de zak. Ja, ja, dan denk ik van, ja, sorry, maar... Dat ging allemaal net te snel zonder overleg. Nou, dat vind ik van wel. Kan hij het gevoel hebben dat hij een beetje buitengesloten werd in de dingen die op dat moment geregeld werden allemaal? Ja, het is wel zo. Ik bedoel, Michel en ik die hebben toen gewoon het meeste geregeld. Samen met halfboer Michel wordt besloten dat iedereen een geldbedrag krijgt. Alleen Jan niet. Zijn deel wordt apart gezet voor zijn dochter. Is er een erfenis geweest? Nou ja, volgens mijn stiefbroer is er een potje geweest. Ja. Dat is al niet even geweest, maar goed, ik heb ook een flauw idee. Gaat het over een grote som geld? Nou, ik zal in die richting van de 500 geven. Ik dacht, ik weet niet zeker. 500 euro? Ja, ik denk het, ik weet niet precies. Mijn zuster kreeg wat, mijn broertje kreeg wat. En dan kreeg niks, dan gaat het naar mijn dochter. Dat schijnt de wens van mijn moeder geweest. Hè. Let op, ik zeg schijnt, ik weet het niet. En was er een testament of zo waar dat in stond? Nee. Nee. Mensen niet dat ik het ooit een testament gezien heb. Ik kwam een kennisje tegen, die zei tegen mij van, en is dat betaald van je moeder? Ja, dat weet ik niet, ik zou bij mijn broer zijn. Als ik me nou in je broer probeer een beetje in te leven, en je broer en je andere broer en je zus krijgen een deel van de erfenis, en jouw deel wordt bewaard voor je dochter, mm-hmm. Ik zou me best wel een beetje rot voelen. Ja, ik ook. Maar, toen is er niks gezegd. Ja. Maar er is nooit iets over gesproken. Ben je dan iemand die wel even zijn mond opentrekt en zegt, hé jongens, waarom doen we dat zo? Of slik je dat een beetje in? Ja, ik ben niet zo iemand die erop op reageert. Het is notabene je tweelingbroer. Ja. Je weet niet wat er aan de hand is, maar je laat het verder toch hoe dan ook. Kijk, maar wij hebben dus gewoon gezegd, nou, dat is zijn keuze. Hij blijft weg. Ja? Ja, ik heb hem niet de deur gewezen. Nee. Hij is welkom. Ja, maar zie je het dan nog normaal gesproken goedkomen? Ik weet niet waarom hij wegblijft. Ben je gek op je broer? Ik nodig je uit vandaag voor een diner. Ja? Ik moet wel eerlijk zijn, de betekenis is wel dat je daarmee laat zien dat van jouw kant de bereidheid er is om het weer bij te leggen met je broer. Dat diner is vanavond. Ja? Nou, Soraya, zometeen ga je weten hoe deze dag gaat aflopen. Ja, spannend. Allereerst ben ik langs geweest bij jouw eigen vader, Jan. Ik heb met hem gesproken. Uh-huh. En ik ben wel een beetje onder de indruk van het verhaal van je vader. Dat dat invloed heeft gehad op wie hij geworden is. Dat hij moeilijk over dingen praat. Dat hij zich achtergesteld voelt. En dat heeft inderdaad te maken met wat je vertelde rond het overlijden van je oma. Dat hij zich toen, hij voelt zich niet betrokken bij dingen die overlegd zijn. Uh-huh. Bij de dingen die verdeeld moesten worden. Als hij het aandurft om in te stappen, wat ga je hem zeggen zo meteen? Dat ik heel blij ben dat hij er is. Ja. Nou, laat ik het hopen, alleen voor jou al. Uh-huh. We gaan het zien. En als het goed is, komt er zo meteen vanaf die kant een hele grote witte auto. En ik hoop met je vader erin. Welkom Jan. Ja, dankjewel. En ik zie iets heel moois. Je bent niet alleen gekomen. Nee, nou, vond ik heel leuk. Hallo, Bert. Hallo, Wilma. Hallo. Hoor. Hallo. Nou, dat is Rij. Hey, leuk dat je gedaan, Fleisje. Dankjewel. Hoor ik dan goed dat jij leuk dat je dit gedaan hebt? Ja, ergens wel, tuurlijk. Ja? Ja, hoe is dat? Dan komt er een mannetje van terecht, bij wijze van spreken. Ja. En nou is het geval, nou ja, nog tijd zat. Dus je waardeert het dat ze dit gedaan hebben? Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, goed. Ja, omdat straks is het te laat en dan kan het niet meer. En dan heb je er spijt van. Is dit een moeilijke stap voor je? Ja, een beetje wel. Ja, volgens mij een beetje heel veel. Ja. Want jij bent degene, eigenlijk ben jij degene geweest die voortdurend de deur afgelopen tijd dichtgehouden heeft. Ja. Nou hoop ik zo dat jouw tweelingbroer vandaag dezelfde beslissing neemt als jij. Dus dat hij bereid is om hier naartoe te komen. Ja. Dit is een hele opluchting. Ja, zeker. Ja, maar de dag kan nog slagen en dat kan nog helemaal mislukken als jouw oom wel of niet komt. Oom Joop. Mm-hmm. Ja. Joop zegt, hey, er is helemaal niks aan de hand. Ik zou ook niet weten wat er aan de hand is. Dus waarom dit? Ja, precies. Ja. Dus ik heb zo, dit is een kans, maar ik heb hem natuurlijk niet kunnen zeggen wat je vader doet. Nee. Dus misschien wil hij het risico niet nemen dat hij alleen komt. Mm-hmm. Kortom, ik heb geen idee. Nee.
Het is één groot vraagteken. Ja, en we gaan spannend. Hopelijk snel weten, in ieder geval duidelijkheid krijgen wat hij doet. Ja. Ja, spannend. Hallo Joop. Dat maakt het wel spannend hoor. Zeg ja, zeg je nichtje maar. Hallo. Hey schat. Dat is het. En dan weer gedaan, een gekkigheidje. Ik wist dat jouw reactie zou zijn. Ja, kijk. Hallo. Hi, hi. Hallo. Hallo. Ellie, hè? Ja. Ja. Nou, dan ga ik jullie meenemen. Loop met me mee. Hey. Hey. Kijk, goeiedag. Wat is de prijs, Joop, hè? Hey. Hey. Wat een prachtig ja, dat is leuk. Waar is dit allemaal? We hebben er allemaal aan te danken, dat moois. Nou, een serai eigenlijk, hè? Dus ik denk dat goed is, jij even tegen je boer zegt wat je wil zeggen. Wat vind je belangrijk om dit moment even te zeggen? Ja. En zeg maar direct tegen je tweelingboer. Ik wil een keer mijn wraak kwijt, een keer, want ik vervoeg voor de jeugd en alles. Wat ik nooit kwijt kan, dat is altijd maar vergeet het maar. Maar dat gaat niet. Mm-hmm. Snap je dat ik heb heel veel dingen meegemaakt, een buurtje weg. Ik weet dat ik kantje op ga. Dus en ik heb nooit met iemand kunnen praten daar, helemaal nooit. We hebben het niet makkelijk gehad. Ik ben gewoon keihard geworden in dingen. Ik heb altijd gezegd, ja, het is goed. Dit verhaal komt eigenlijk steeds weer terug. Dat hij dus nooit met iemand erover heb kunnen praten. Eén vraag heb ik aan jullie allebei gesteld vandaag. Ik stel hem eerst nog een keer aan jou. Ik zei, ben je nou nog gek op je boer? Ja. Ja, dat was het niet geweest. Nou, dat is gewoon zo. Ik heb aan jou ook de vraag gesteld. Ja. Ja, je bent gewoon tweeling. Nee. Heb jij dat nou ook, dat er in jouw familie een ruzie is die al veel te lang duurt? Zou je dolgraag willen dat daar een eind aan gemaakt wordt? Dat kan, ik wil je graag helpen, maar meld je dan nu aan. Dat kan via de site hetfamiliediner.nl of klik hier. Gewoon doen, kom ik je helpen, gaan we samen iets heel moois doen.